Donderdagochtend kon op veel plaatsen een prachtige zonsopgang waargenomen worden. Heel veel mooie foto's binnengekregen. Het was moeilijk kiezen. En dit plaatje is genomen in Nijmegen in de Ooipolder. Daarvan die prachtige warme kleuren aan de hemel. Vooral dieper landinwaarts nog vrij onbewolkte condities. Maar we zien ook op deze foto al wel die sluierbewolking verschijnen. En in de loop van de dag werd de bewolking vanuit het noordwesten steeds dikker. En vanmiddag zag het plaatje in Zeeland er zo uit en had de zon steeds meer moeite om door die bewolking heen te schijnen. Nou, van bovenaf bekeken zag dat er zo uit, een vrij gedefinieerde band met bewolking die over ons land trok. Daarvoor dus nog die opklaring in het binnenland, daarna die toename aan bewolking. Maar boven de Noordzee zien we ook alweer opklaringen verschijnen en die opklaringen gaan ons vannacht nog parten spelen. Als we dit bewolkingsbeeld even doortrekken in de wat langere termijn, dan valt op dat er momenteel ten zuiden van ons een hoge drukgebied tot ontwikkeling aan het komen is boven Frankrijk. En om dat hoge drukgebied heen hebben wij met een westelijke stroming te maken. En vanaf zee worden er toch wel regelmatig wat wolkenvelden aangevoerd. Het zal niet de hele dag bewolkt zijn en de zon komt er af en toe nog wel even doorheen. Maar vergeleken met de voorgaande twee dagen dus toch wel wat meer bewolking. Aan het einde van het weekend gaat dat hoge drukgebied wat meer naar het zuidoosten verplaatsen. Komen wij in een wat meer zuidelijke stroming terecht. Betekent dat de temperatuur wat gaat oplopen en dat die bewolking ook wat vaker gaat openbreken. Dus dat we na het weekend wel weer met meer zonneschijn te maken gaan krijgen. Dan nog eventjes naar vanavond kijken. Die bewolking gaat ons land geleidelijk weer verlaten. In het noordwesten komen dan als eerste de opklaringen voor. Temperatuur is geleidelijk aan het dalen. En vannacht komt het in het binnenland misschien net tot vorst. Temperatuur schommelt een beetje rond het vriespunt. En omdat er niet al te veel wind staat, kan er in die opklaringen dan weer nevel of mist tot ontwikkeling komen. Ik heb de symbolen nu even in het midden van het land gezet. Maar eigenlijk is overal wel kans op een mistbank. Morgenochtend gaat die mist en nevel dan oplossen en in de middag is het weerbeeld dan wisselend bewolkt. Er zijn echt wel zonnige momenten, maar er zijn ook wel plaatsen waar die bewolking soms wat hardnekkiger blijft. Temperatuur ligt er rond 7 of 8 graden en de wind uit het zuidwesten is matig. Is meer wind dan de voorgaande dagen en dat maakt het gevoelsmatig soms toch een klein beetje kouder. Dan nog even vooruitblikken naar de wat langere termijn. Ik zei het net al bij de modelanimatie. Vanaf zondag gaat de wind wat meer uit het zuiden komen. Gaat de temperatuur rond 10 graden uitkomen. En dan gaan we ook weer meer zonneschijn in het weerbeeld zien. Dus samen met die wat hogere temperaturen en de zonneschijn zal het toch wel aanvoelen als een klein beetje lenteweer.